Ik ben Ij van der Plas. Ik ben een handhaver van de gemeente Den Haag. Ik ben Medior. Ik ben Herman van der Meer. Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van de gemeente Den Haag. Tot straks, heren. Ja. Buitengewoon opsporingsambtenaar die is er om de kleine eigenissen die in de stad spelen, om die tegen te gaan. Hè. De burger een beetje bewust te maken met het feit dat ze gebaat zijn bij een schone stad, een schone straat. Je gaat ervoor zorgen dat klachten waar mensen zich aan storen, dat jij of een oplossing vindt of ze helpt of in die zin dat jij er wat mee doet. De gemeente die heeft regels opgesteld, hè, en de burger die moet zich aan die regels houden. Wij hebben een stukje dienstverlening om de burger daarover te informeren, erop te wijzen van hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hou je aan de regels. Gebeurt het niet, dan gaan we over tot een boete. Dat kan oplopen van €90 tot een bestuursdwang opgelegd door de gemeente. Zou je heel even willen afstappen? Mensen leren er wel van. Op het moment dat ze een bekeuring krijgen, ja, dan komt dat binnen. Ja, en dan zijn ze boos. Ik probeer dan eigenlijk zoveel mogelijk uit te leggen waarom ik die boete geef. En dan hoop je dat je iets gaat bereiken met deze ondernemer of burger. Daar is die bestuurlijke boete voor. De bestuurlijke boete, ook wel genoemd de boete overlast, is een boete bedoeld voor kleine overlastfeiten in de openbare ruimte. Dus denk aan wildplassen of het niet opruimen van je hondenpoep. De grootste verandering is dat de gemeente zelf de boetes gaat innen. Voorheen waren de boetes voor overlastfeiten liepen via het Centraal Justitieel Incassobureau. Daar kreeg de gemeente een vergoeding voor de kosten die daarvoor gemaakt worden. En die zijn stopgezet. We zijn een relatief grote gemeente. De omvang is interessant genoeg om te kijken of je het zelf kan doen. En we hebben ook de processen al intern, zoals Belastingzaak. Die doet al een heleboel van de invorderingen voor de gemeente. Voor de handhavers op straat verandert er eigenlijk niet zoveel. Het zijn dezelfde overlastfeiten als waar ze nu al mensen voor waarschuwen of een boete voor uitschrijven. Er gaat alleen nu een andere boete gebruikt worden. Ja, als ik een boete geef, dan vind ik dat terecht. Inmiddels is bij iedereen wel bekend dat de hondenpoep opgeruimd moet worden, dat men een opruimmiddel bij zich moet hebben. Daar is genoeg aandacht aan gegeven en ik vind als je je hond nu nog midden op de straat laat poepen, dat je dan een boete verdient. Op het moment dat ik mensen afval zie dumpen naast de oorrax of gewoon op straat, ja, dat is voor mij ook gelijk direct. Een no-go is dat. Ik ga naar de persoon toe, krijgt hij ook voor mij gelijk een bekeuring. Wat de burger heeft aan deze nieuwe boetevorm is dat het een zelflerend en optimaliserend proces is. Omdat het helemaal binnen de gemeente is, kunnen we alle processen op elkaar aansluiten. De collega's die er een rol in hebben, die weten allemaal elkaar te vinden, korte lijnen. En daardoor is het ook klantvriendelijker. Mocht iemand een vraag hebben, willen weten hoe het zit, maar ook bij het indienen van bezwaar, alles zit in één keten. Boetes voor ondernemers zijn 2 keer zo hoog als voor bezoekers en burgers. Dat heeft te maken met het soort feiten wat een bedrijf kan begaan. En de verantwoordelijkheid die het bedrijf moet hebben en moet weten dus wat ze wel en niet mogen doen. De gemeente Den Haag verdient niet aan de boetes. De kosten die er zijn voor de handhaving, die worden op deze manier voor een stukje afgedekt. Ja, ik werk nu 16 jaar bij de gemeente. In die 16 jaar is er heel wat veranderd. Is de straat en de stad veel schoner geworden. Men weet nu ook wat de regels zijn. En als ze in de fout gaan, dat ze dan ook een bekeuring kunnen verwachten. Ik geef een tip eigenlijk voor de burger zelf mee. Probeer eerst zelf aan te spreken. De personen, de overlastreders, geef even aan wat jij dwars zit. En qua afval op straat, meld het via 1470. Dan kun je allerlei soorten overlastmeldingen doen, meld het gewoon. Dan staat het geregistreerd en dan kunnen wij het aanpakken. Als het overlast is, dan meld het ook bij de gemeente 1470. En dan meld ik het gewoon. En daar wordt wat aan gedaan. In principe zijn we heel blij met een oplettend burger. Hè? Met een burger die actief meewerkt aan een schone stad. Je hebt de 3 politieagenten en je hebt 1000 burgers. Dus als de burgers niet meewerken, ja, dat helpt niet meer. Dus ik vind het gewoon verplicht. Iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten dragen. En de straat schoon moeten houden voor iedereen.